Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Mijn haar zit geweldig. Ja, dat. Liam, Sam en Jordi zitten op schooltje. En ik ben met Joef naar de hondentrimster geweest, net terug. Nu ga ik naar de winkel kerstboodschappen doen. Dus, wish me luck. Ja, ik heb boodschappen gedaan bij de Naturama was gewoon ging aankomen aan. Dan ben ik naar de Jumbo gegaan. Daar heb ik alles gehaald. En ja, bij de een kun je dit goedkoop krijgen, bij de ander. Ik had er nou geen zin in. Dit hele ding is 200 euro. Juist. Maar ik heb wel alles tot maandagochtend. Dus dat is goed. Dus tweede kerstochtend heb ik gewoon alles. Ik hoef morgen niet meer naar de winkel toe, vandaag niet. Nou, hè, ga zo maar door. Ik ga alles nou even uitruimen en dan is het alweer tijd om Sam te halen en om Liam te halen. Dus ik ga even alles uitlaaien. Deze koek wordt er echt niet beter op vandaag. Echt niet gewoon. Ik heb in de regen gestaan om Jordi op te halen. Jordi is thuis en Liam ligt op de bank en Sam zit hier te etteren. Ik heb ze even een joggingbroek aangedaan. Net zo lekker. Ja, dat was het eigenlijk. Mijn boodschappen zijn opgeruimd, de kinderen zijn gehaald. Laat de vakantie maar beginnen. Over anderhalf uur komt Niels thuis. Dus ja, dan moet je kijken. Ik heb er niks aan gedaan, maar ik heb gewoon krul. Feest. Ja. Niels is inmiddels thuis. Oh man, die splaakgeblek. Maar goed, ik ben nog heel even gauw naar de Albert Heijn geweest, want we moesten nog even wat hebben. En ik ben even gauw de Action in gelopen voor mayonaise, want daar hebben ze Heinz mayonaise. En daar kunnen Liam en Sam en Jordi goed tegen. Dus dan heb ik dat in ieder geval in huis. En ik heb deze gekocht. En waarom heb ik deze gekocht? Dit ding was ook van de Action. Die is een hele tijd aan het plakken geweest. Die hing daar heel netjes. Maar nou flikkert hij er dus elke keer vanaf. Waardoor dat ik denk bij mij, dat. Dus, nou staat hij daar. Heel mooi, heel leuk. Prima. Maar ik erger mij eraan kapot. Ik wil het juist opgeruimd hebben. Ik wil niet het irritante beeld hebben dat dat dus daar staat. Dus wat heb ik nou verzonnen? Tada! Ik heb hier altijd een handdoek hangen. Ja, we kunnen dit schilderen. Dat klopt. Het kan gewoon geschilderd worden. Maar zolang we nog op zolder bezig zijn, zijn we nog niet hier bezig. Dus ja, doen we het nog niet. Misschien dat er zelfs wel een andere radiator in de toekomst komt. Moeten we even kijken. Maar ja, voor de time being heb ik dus een oplossing nodig. Dus ik heb die gepakt en ik ga ze nu eventjes vullen. Jullie staan nu voor mijn kraan op mijn wasbak. Dit is mijn wasbak. Dus ik ga ze even vullen. Wacht. Deze heb ik later nodig. Deze kan er hierin. Ik heb hier namelijk ook gewoon een kastje staan. Deze gebruikt hij nooit. Deze wel. Niels is voor PSV, dus hij wordt eens in de zoveel tijd gepest met een PSV-ding. Ik heb nu ook een PSV-pyjama voor hem gekocht. Vind ik leuk. Vind ik grappig. Maar goed. Deze kan weg, want die gebruiken we nooit. Deze gebruik ik wel, want deze is heel fijn als je verkouden bent. Zo. Gevuld. En dan heb ik het zo eventjes gedaan. En ja, dit speelgoed moet ik ook nog opruimen, maar ook dat ding blijft dus niet meer goed plakken. Dus ook daar moet ik even een oplossing voor bedenken. Maar ik heb nu al een heel eind opgelost. Misschien dat ik dit ding wel op de grond zet en daar al die speelgoed op pop. Weet ik allemaal nog niet. Moet nog even bedenken. Maar ik vond dit wel een geniaal plan. Een hele goede morgen! Yay!
zit iemand te eten en Joef zit te dicht in de buurt. En we zeggen dan tegen Joef, move! Nu! Lopen! Wegwezen! Jordi die is de boel aan het ontdekken hier. En het is hier één grote paasbende. Gisteravond heb ik mijn nagels gedaan. Ik ben vandaag Cruella de Vil. Kijk maar. Cruella de Vil. Tada! En waarom heb ik dat gedaan? Oh, gewoon omdat het kan. Wat vandaag de planning is. Niels is thuis. Die zorgt vandaag voor de kinderen. En mama gaat op vakantie. Nee, zo werkt het. Nee, ik ga van alles doen vandaag. Opruimen. Voor morgen van alles voorbereiden en klaarmaken. Ik ga van alles doen in ieder geval. Dus dat. Ik ga ermee beginnen. En Niels gaat zorgen voor de kindjes. Het eerste waar ik mee bezig ben is de was. Totdat Sam naar bed gaat. En dan stop ik daarmee en dan ga ik beneden dingen doen. Jordi doet knorren. Nee, papa, geen kus. Je hebt me net gekieteld. Wat voor de kus? Het was een beetje vol bewegingen het filmen. Want ik heb hem hier zitten. Die continu aan het etteren was. Ja, doe je. Dank. Dank. Doe dan. Doe dan. Dank. Dank, goed zo. En kusje. Dan zeg je kusje. Nee, doe je niet meer. We hebben net ook al geoefend. Ja? Ja, 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 ja. Nou, jullie hebben allemaal wat hij gegeten heeft. En dan gaan we nu weer verder met de orde van de dag. Trouwens, de was is nog niet klaar. Sam ligt te slapen. Ik heb echt heel veel gedaan vandaag. Ik ben nu eten aan het maken. We eten gebakken aardappeltjes met een kippenworstje en ertjes met worteltjes. Maar ik heb al klaar de soep voor morgen. Ik heb al rollade voor morgen. Ik heb cake voor morgen. Wel al een stukje van geproefd, maar ja, hè, als je het smaakt moet je dat proeven. Ik heb deze had ik al, die heb ik gehaald. Dit zijn amuses. Die doen we morgen bij het avondeten. Ik heb kipkerriesalade gemaakt, tonijn, eiersalade, zalmsalade. Gewoon zodat ik iets heb wat lekker is. En dat heb ik allemaal al gemaakt. Dus mijn koelkast is weer helemaal gevuld. Was hij al, maar nou. Dus dat heb ik allemaal al gedaan. Ik heb boven heel veel al gedaan. Was gedaan, et cetera. Dan gaan we dadelijk eten en dan ga ik boven even verder. Ik denk dat ik nog een uurtje ongeveer de tijd nodig heb. En dan ben ik boven wel klaar. Ik ga nou niet poetsen, kan ik van de week allemaal doen. Want Niels is thuis, dus ik kan dat van de week gewoon doen. Dus dan doe ik dat, doe ik alleen opruimen. En dan gaan we hier beneden aan de slag. En dan ben ik gewoon klaar voor morgen. In zoverre. Want morgenochtend moet ik eventjes de rest allemaal aanzetten. En klaarmaken, et cetera. Zodat alles zover klaar is. En klaar staat. Dat ik het alleen nog maar of aan hoef te zetten. Of op hoef te warmen. Dus dat is de bedoeling. Een hele goede morgen. Het is eerste kerstdag. Yay! Yay! De kindjes zitten lekker te spelen en ik ga vast beginnen met koken. En wat ik ga koken, daar ga ik jullie in meenemen. Waar ik mee ga beginnen is met de slowcooker. Tadaa! Wat daarin gaat zijn uien, paprika en champignons. En ik heb ook gehakte knoflook. En dan ga ik heel eventjes de varkensrollade die de hele dag daar lekker in gaat garen. Ga ik eventjes aanbakken en dan komt hij erop en dan gaat hij lekker aan. En
vrijwel de hele dag lekker in de slowcooker garen. Oké, okay. Ga niet allemaal op van je moet het zo doen, je moet het zo doen, je moet die hoeveelheid. Dit is gewoon gevoel. Je zet een driekwart bakje grote, zo'n groot driekwart bakje champignons in. 2 paprika's, 1 ui en 2 theelepels gehakte knoflook. Oké, willen jullie lachen? Mama, ja? Als je nou in alle rust wil koken, dan moet je gewoon eerst de batterij van de brandmelder uit. Ja, ik heb de rollade even heel hard aangebakken, zodat die goed dat. En de rookmelder vond dat niet zo tof. Nou, prima. Het is zoals het is. Dadelijk doen we de batterij weer terug, hoor. Ja, daar sta ik weer helemaal weg. Als er ook weer. En het is ook niet zo dat het hier aanbrandt, hoor. Maar het is gewoon dat. Dat. En hé, de rollade is niet aangebrand, maar gewoon even flink hard aangebakken. Dus die gaat hier bovenop. Dan gaat de deksel erop. En dan gaat die een uurtje op high. En dan gaat die 6 uurtjes op low. Dat is 1. Dus daar hoef ik al niet meer naar om te kijken. Jee. Dan pak je mosterd. Pak mosterd die je graag wil. Ik heb zelf deze. Maar ja, volgende keer heb ik misschien wel weer een andere. Varkenshaas, mosterd. Even lekker inmasseren. Zo. Ik heb wat handschoenen daarvoor aan nog. En dan gaat die hoppakee in de pan. En nee, deze hoef ik niet zo hard aan te bakken zoals de vorige. Dit gaat gewoon even bakken en dan op een gegeven moment als ik aan allebei de kanten de bak heb, gaat er water op, gaat zoveel tijd opstaan, zodat het klaar is, dan ga ik de champignon bij bakken, maak ik er champignonsaus bij en dan is het dat. Dus dan is het varkenshaas en champignonsaus. Nou ja, ik maak het deze keer gewoon simpel. Ik kan wel een roetje gaan maken en alles, dat weet ik allemaal hoe dat moet. Maar ook ik heb kerst. Dus maak het mezelf makkelijk. Het water zit erop. Als het water helemaal weg is, haal ik ze eruit. Ga ze even rusten. Dan heb ik ze nog even aangebakken. Gaan deze champignons erin, maak ik de champignonsaus en dan kan het in principe terug erin of in een andere schaal. Je moet het eigenlijk een beetje zo zien. Zoals jullie weten, mijn oma, tenminste de meeste van jullie, als jullie de vlogs volgen, weten dit. Mijn oma die zit natuurlijk in een verzorgingstehuis, die kan niet meer dit koken. En mijn opa mist dit allemaal wel. Gewoon het echte zondagse koken, zeg maar. Dus ik had tegen hem gezegd van, nou dan kook ik wel zondags. Vind ik helemaal niet erg, vind ik leuk om te doen. En dan zit er een beetje van mij in en een beetje van mijn oma. Want ik maak heel veel dingen een beetje zoals mijn oma het deed. Doe ik bewust. Doe ik heel bewust voor mijn opa. Wie dat nog is? Mooi, Wintje. Daar wordt op de deur geklopt. En doe nou je beste uitspraak van Kees van Vlodder. Hey Sjaki, geile wijven. Die. Dat hoeft niet. Dat kan er gewoon in. Dat had je niet gehoord, hè? Nee. Nee, gelukkig kunnen ze ons zo niet napraten. Je hebt een snotneus. Papa. Ja, papa. Zag jij papa? Smeer maar aan mama af. Nee, niet aan mama afsmeren. Aan papa afsmeren. Dadelijk de douche in.
Mama gaat kleren klaarleggen. Gaan we lekker vandaag in de onesie? Lekker, hè? Lekker in de onesie. Ja. Ja, vind ik ook. Ik ga even kleren klaarleggen voor ze, zodat Nielsen kan gaan douchen inbrengen. Oké, ik ga kleren klaarleggen. Maar hoe wij dit altijd doen is, we moeten Jordi sowieso op een verhoogd bed eventjes verzorgen. Of Niels doet dat. En dat is veel praktischer. Dus ja, dan gaat niet alleen Jordi op zijn bed, maar dan doen we Liam en Sam ook gelijk op, Sam, op het bed. Dat is wel zo makkelijk. Wel zo makkelijk. Vandaag krijgen ze een onesie aan. Gewoon lekker. Niks hoeven, alles mag. Ik zal zo even de opzet laten zien. Maar eerst dit bed omhoog. Tadaa. Zo. Dan gaat hier altijd. Er komt hier een handdoek te liggen. Dit is de opzet. Handdoek, luidoekjes, crème. Dit is een zinkzalf, maar die kan ook voor eczeemklachten gebruikt worden. Jordi heeft momenteel last van eczeemplekjes. Dus dan kun je hem aanstippen op de plekjes dat nodig is. Eigenlijk ligt het altijd hetzelfde zo. Sam, Liam, Jordi. Dat is eigenlijk alles beneden, boven. Overal leg ik het allemaal hetzelfde neer. Dat is namelijk wel zo handig. Als ik het anders neer zou leggen, dan roept Niels weer: Mandy, hoe moet dit? Waar ligt dit? Van wie is dit? Nou, geen last van. Dus, ik ga weer naar beneden. Kan Niels die kinderen in de douche doen. De witlof en de boontjes heb ik ook al klaar. Ik moet de witlof straks even opzetten met suiker en boter. En de boontjes doe ik gewoon stomen. En misschien denk je wel suiker en boter. Wat? Waarom? Geen idee. Ik heb nooit witlof gelust. En toen, ik heb natuurlijk koksopleiding gedaan. Toen werkte ik in een restaurant voor stage. En daar deden ze dat. Dus sindsdien doe ik dat ook. En ik vind dat lekker. Dus vandaar dat ik dat zo doe. Hoeveel en wat. Je moet me vandaag echt niet vragen hoeveel doe je dit, hoeveel doe je dat. Nee, dat is vandaag echt... Tadaa. Ik zou het niet weten. Ik heb daar echt vandaag... Ik doe maar wat. Mijn oma deed dat ook altijd op die manier. Dus zoals ik al zei, ik probeer het een beetje zoals mijn oma is te doen. Dus ja, dat. Als je varkenshaas dan klaar is, je ziet het, mooi gebakken en alles. En het heeft gerust, dan doe je het in de porties snijden zoals jij denkt dat het hoort. Ondertussen ben ik de champignons aan het aanbakken. Ik heb er wat water op gedaan. Het is gewoon lekker om de smaak van het vlees en alles gewoon in die champignons te hebben. En ja, het vocht is zo dadelijk weg. En dan bakken we het goed op, doen we de saus erop. En dan gaat de saus op de varkenshaas en dan is dat alweer klaar. Als het dan een heel eind klaar is, en je bent het weer een beetje aan het bakken, het vocht is weg. Het ziet er zo uit. Je moet het zo zien. Alle sappen, alles wat je bij die varkenshaas in gebakken hebt, zit nou allemaal in die champignons. Lekker. Dat is lekker. Ik zal even laten zien. Het is gewoon eetbaar. Lekker. Oh, lekker. Ik bak het nog een beetje op en dan gaat de saus erbij. Aangezien ik het een beetje doe zoals mijn oma het doet, want mijn opa kent dat, gebruiken we deze. Want die vindt hij gewoon super lekker. Dus vandaar, ik voeg er geen zout, niks meer aan toe. Want alle smaken zitten er al in. Dus dat is helemaal niet nodig.
jullie hebben net de varkenshaas gezien. Nou, ik heb de saus eroverheen gedaan. En dan kan het nu afkoelen en straks weer verwarmd worden. De varkensrollade doet het ook goed. Dan heb ik dadelijk alles zover klaar. Hoef ik het alleen nog maar in de oven te schuiven of te verwarmen. Oh yes. Heb ik ook even rust. Tussen het eten door moeten we ook nog even ontbijten. Hey Jordi. Lekker frikantjes eten, hè? Dus ja, we zijn lekker aan het happen. Of we gaan lekker happen. Liam is al bezig. Jamie ook. Jordi ook. Oh, Jordi ook. Sammy die wou niet meer wat er op zijn bord lag. Dus nou heeft hij geen bord. Maar hij mag wel bij zijn grote broer grappen. Vindt zijn grote broer helemaal niet erg. Zijn die niet aan de eitjes? Ja, als hij maar niet aan de eieren komt, dan vindt hij het goed. Jordi is ook lekker aan het happen. Dan gaat hij weer. Hoppakee. Moet hij hem uit zijn handen waar hij niet mag pakken. Nee, klopt. Je mag wel komkommer hoor. Maar dat lust hij niet, dat weten we nou al. Ik sta altijd voor je klaar. Ik wou kijken niet. Liam wilde, hij wilde vruchtjes. Zo zie je maar, ze hebben stiekem wel broederliefde voor elkaar. Ondanks dat ze af en toe elkaar de koppen inslaan. We hebben alles en iedereen hebben we even in bed gelegd. Straks is het al druk genoeg en dan wordt het alleen nog maar vervelender. Dus daar gaan we niet aan beginnen. Mijn rollade ziet er zo uit. Die is lekker aan het bakkeren. Mijn witlof heb ik net aangezet. Ik moet nog even een deksel op doen. Dadelijk als de vaatwasser klaar is, dan kan ik even de vaatwasser uitruimen en inruimen. Niels heeft de boel even opgeruimd. Ik heb eventjes wat dingetjes daar neergezet. En dan ja, moet ik nog kersen maken. Die moet ik ook nog maken, dus dat ga ik even doen. We'll be right back.
Ik ben even gedoucht en opgefripst. Dus ik ben weer frips aan die bibs. Wat heb ik nog gedaan? Nou, ik had natuurlijk de witlof aangezet. Ik heb mijn aardappeltjes gekruid. Ik ben iets uitgeschoten met de paprika, want daar viel uit mijn handen. Maar ja, het zei zo. De rollade gaat goed. Deze rollade gaat ook goed. En ik ga zo dadelijk de witlof in ham rollen. Aan vaste kaas schaven, et cetera. Dan is dat in ieder geval alweer klaar. Hier staan de kersen af te koelen. Dus ja, ben gewoon lekker bezig. Ben gewoon lekker bezig. Beetje rustig. Liam slaapt nog niet. Maar de opa en oma zijn allemaal weg. Ja. En nou wacht op de vaatwasser. Die is bijna klaar volgens mij. Dan kan die weer aan. Ja. Dan is de hele wind opgeruimd. Ja. En ja, ik denk dat we de vlog ook gaan stoppen. Ja, wat ik nog wel heel eventjes wilde erkend hebben, was lekker. Ja, goed gegeten. Ja, altijd. Kindje goed gegeten. Ja, zelfs Jordi heeft zonder filmpje gegeten. Ja. Dat is de eerste keer dat hij eigenlijk in een grote groep met zonder tablet eet. Moet ik er ook bij zeggen dat iedereen gewoon rustig was en relaxed was. Dus dat kan hij dan goed aan. En mensen die hij goed kent. Ja, ook. Dus dat hebben we geoefend en dat is een mijlpaal. Yes! Wow. Dus dat moeten we wel even gezegd hebben. Hij heeft vandaag sowieso heel afwisselend gegeten ook. Ja. Allemaal verschillende dingetjes. Ja, dus dat top. Een goede dag voor Jordi. Ja. En ja, inderdaad. Bij deze gaan we deze ups en dan afsluiten. Ik ben moe en kapot, maar wel voldaan. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.